Ik heb een heel leuk boekje geschreven. Toezicht en handhaving met de omgevingswet. Wie ben ik? Annemiek Tubbing. Ik ben milieujurist. En ik was heel nieuwsgierig in 2017 al. Toen stond de omgevingswet al in het Staatsblad. En ik wilde eigenlijk eens checken of er iets met toezicht en handhaving over bekend was. En dat heb ik heel bazaal gedaan. Dus ik heb een PDF-versie opgezocht en vervolgens toezicht ingetypt. En er kwam nul uit. Lieverlee ben ik me er verder in gaan verdiepen. Totdat iemand op het idee kwam, de uitgever, om of ik een boekje wilde schrijven daarover. En dat heb ik toen gedaan. Wel, wat werkte niet? De doelen van een wet worden bepaald door de wetgever uiteindelijk. Dat is een politiek proces. Maar hoe en in wat voor vorm dat dan gegoten moet worden. En als er al een regel nodig is, het is maar één van de middelen om al die doelen te bereiken. Dan horen toezichthouders en handhavers ook een input op te leveren. Want zij staan straks met de voeten in de klei en zij zullen ermee moeten werken.